Vraag 1. A. Je ziet een weerstand met een rode ring, een blauwe, een groene. Een goud had ik helaas niet. Die laatste is dan een gouden ring. Maak gebruik van je binos en zoek eens de waarde op van die weerstand. De volgende vraag. Als je nou naar de tolerantie kijkt, kun je ook de maximale waarde van de weerstand uitrekenen. Schrijf die op. Vraag 2. Je ziet twee weerstanden in serie, aangesloten op het spanningsband van 12 volt. Vraag A, hoe groot is je totale weerstand? Vraag B, hoe groot is de stroomsterkte? Vraag 3. Je ziet hier een halfgeleidercomponentje. Wat is de naam? En vraag 3b. Als je een hogere temperatuur krijgt, wordt de stroomsterkte dan hoger? Krijg je dan een hogere stroomsterkte of een lagere stroomsterkte? Vul de puntjes in. Vraag 4. Je ziet daar het symbool van een componentje. Wat is de naam daarvan? En maak weer het regeltje af bij B. Als er meer licht opvalt, krijg je dan een hogere stroomsterkte of een lagere stroomsterkte? Vraag 5. Ik heb hier een spanningsbron en een led aangesloten. Brandt in dit geval wel of niet de led? Leg ook uit waarom wel of niet. Vraag 6. Ik heb twee weerstanden parallel geschakeld, één van 2 ohm en één van 4 ohm. Hoe groot is de totale weerstand, oftewel de vervangingsweerstand? Vraag 7. Ik heb diezelfde weerstanden weer parallel geschakeld en aangesloten op een spanningsbron van 12 volt. Hoe groot is I1, dus de stroomsterkte door weerstand 1? Hoe groot is I2, de stroomsterkte door weerstand 2? En hoe groot is de totale stroomsterkte die daar begint te vloeien en daar weer terugkomt? IT, I totaal. Vraag 8. Ik zie nou een inbraakalarm met een relais. Alleen is het niet helemaal afgetekend. Teken nu eens de stand van het anker. Dus moet het anker op het maak- of het breekcontact staan in dit geval. En moet je hem aansluiten hierboven. Dus teken de stand van het anker. Is hij nu zo of zo? En moet je hem aansluiten op de M of op de B? Bij B. Leg uit wat gebeurt als de magneet geen contact meer maakt. Dus bij vraag A moest je dus twee dingen doen: de stand van het anker tekenen en aansluiten op A het maakcontact of het verbreekcontact, M of B. Vraag 9. Wat is dit voor een symbool? De eenheid van capaciteit. Wat is dat? Vraag 9b. Nou, hier zie je zo'n dingetje wat je net ook zag. Het is geen spanningsbron. Een spanningsbron heeft een langer streepje voor de plus en een kortere dikke voor de min. Ik zie een schakelaar, een lampje en nog een ding. Nou, leg eens die schakeling uit. De werking daarvan. Vraag 10. Ik heb een inbraakalarm met transistor. Hier is een magneet. Transistor, bel, ja, onderdelen moet je kennen. Er zijn drie aansluitpunten bij de transistor. Hoe heten die drie aansluitpunten? Zet de letter op de goede plek. Vraag B. Leg de werking, of leg uit waarom de bel gaat bij inbraak. Dus waarom gaat die bel hier als er ingebroken wordt? Uitwerking, de waarde van de weerstand. Ik heb een rode ring, er staat een 2 voor rood. Een blauwe ring, er staat een 6. Nou, dit is de tolerantiering, die laatste. En de ring daarvoor is het aantal nullen. En bij groen staat een 5. Dus ik heb een 2, een 6 en 5 nullen. 2.600.000 ohm is de waarde van de weerstand. Plus of min 5%. En wat is de maximale waarde? Dat is dus 2.600.000 plus 5%. Dit is 5% van dat. Tel ik bij elkaar op. En dan heb ik R max 2.730.000 ohm. Dat is wel een hele grote weerstand. Twee punten. Vraag 2. Hoe groot is R totaal? Die mag je bij elkaar optellen bij serie. 6 ohm. En I is dan UB gedeeld door R totaal. De spanning van de bron. Gedeeld door je totale weerstand, 12 volt gedeeld door 6 ohm, is 2,0 ampère. Als je dat in de tekening erbij zet, 2,0 ampère, kun je dan de spanning uitrekenen, U1 en U2. Dus U1 is de spanning over weerstand 1, die is 2. U1 is I1 keer R1,
I is 2 ampère en R is 2 ohm, dus 4 volt. En R, de spanning over R2 is I keer R is 8 volt. Nou, dit is een NTC, negatieve temperatuurscoëfficiënt. En dan geldt het omgekeerde regeltje van een normale weerstand. Normaal bij een hogere temperatuur krijg je een hogere weerstand en een lagere stroomsnelheid. Hier dus een hogere stroomsnelheid. 1 punt. Bij vraag 4 zie je een LDR, een Light Dependent Resistance, een lichtafhankelijke weerstand. En als er meer licht opvalt, wordt de weerstand kleiner en dan kan er een grotere stroom vloeien. Bij 5 brandt de LED. Nou, dan moet je weten dat dit de plus is en dit is de min. En nu is die in de sperrichting aangesloten, de stroom vloeit van plus naar min. En die LED staat dus verkeerd om. Dus nee, die LED brandt niet, want dit is in sperrichting. En een LED moet in doorlaatrichting worden aangesloten. Vraag 6. Je ziet twee weerstanden, eentje van 2 en eentje van 4 ohm parallel aangesloten op een spanningsbron. Hoe groot is de totale weerstand? Nou, tel ze niet bij elkaar op, want hoe meer weerstanden parallel, zoals je televisie en radio thuis bijvoorbeeld, samen op het stopcontact, dan wordt de totale stroom groter en moet de weerstand dus kleiner worden. Dus hij wordt steeds kleiner. En dat krijg je met die 1 gedeeld door formule. 1 gedeeld door R totaal, dus 1 gedeeld door R1, plus 1 gedeeld door R2, vul hem in. En dan krijg je hier dus 3 vierde uit, mag je opschrijven, hoeft niet. En als je dan 1 gedeeld door 3 vierde doet, je mag ook op het x min 1 toetsje duwen op je rekenapparaat, dan doet hij 1 gedeeld door 0,75 en dat is 1,33 ohm, 2 punten. Dan gaan we verder rekenen. Hoe groot is I1? I1 betekent de stroomsterkte door weerstand 1, dus dit is I1. Nou, I is U gedeeld door R, dan pak je de U, de spanning is overal gelijk, dus 12 volt. Deel ik door 2 ohm en dan heb ik een stroomsterkte van 6 ampère. Dus hier vloeit een stroom van 6 ampère. Die weerstand is 2 keer groter. Mijn spanning is gelijk. Ah, dan zou de stroom de helft moeten zijn. Dus ik kan al beredeneren dat moet 3 zijn. Even kijken met de formule. I2, dus de stroom door weerstand 2, die noemen we dan I2, is U2 gedeeld door R2, dus 12 gedeeld door 4 is inderdaad 3 ampère. 1 punt voor die, 1 voor die. Nou, je totale stroomsterkte is dan 6 plus 3 is 9 ampère. Dus die begint hier te vloeien, die 9 ampère. Die split zich op in 6 en 3. En die komt ook weer terug hier, die 9 ampère. Je had die ook in één keer kunnen uitrekenen, die totale stroom, door de totale spanning te delen door de vervangingsweerstand, de totale weerstand van die twee samen. En dan krijg je 12 gedeeld door 1,33 is ook 9 ampère. Nou, bij het inbraakalarm, hoe staat het anker? Eens kijken, hier is de schakelaar dicht. Dan is die spoel een magneet. Staat het anker dus naar links. Nu moet je nog kijken, moet die op M of op B? Ik was net de bel vergeten, dus die moet er wel bij. Als je hem verkeerd hem aansluit, dan gaat je alarm, als er niet wordt ingebroken, en dat wil je niet. Eens kijken, als ik hem nou... Als je de magneet weghaalt, wat er gebeurt is, als je het magneetje weghaalt, dan staat hier een opening, vloeit er geen stroom. Dan wordt het anker dus ook niet meer aangetrokken. En dan moet je bel gaan, dus dan moet je hem hier op de B aansluiten. Dus de uitleg staat er ook nog bij. Wat gebeurt als de magneet geen contact meer maakt? De spoel is dan geen magneet. Dus die spoel is dan geen magneet in dit geval. Het anker gaat naar B. Het anker gaat van M naar B. En de bel gaat, want er is nou hier een gesloten stroomkring. 2 punten voor die. Vraag 9. Dat lijkt een spanningsbron, maar dat is een condensator. Dan zie je dat allebei de streepjes even lang zijn. 1 punt. En de eenheid van capaciteit is, denk maar aan het Duitse woord voor fiets, farad, farad, farad. Een F mag je dat ook wel schrijven, misschien makkelijker. 1 punt voor die. Hier zie je een schakeling met een condensator erin. En dat zou bijvoorbeeld op een wc kunnen zijn. Als je de lamp aan doet. Ja, dan heb je meestal met een ventilator dat die daarna nog even aan blijft. Dus wat gebeurt hier? Als je S sluit, de schakelaar sluit.
Dan laat die condensator zich op hier. Er kan dus een stroom door die condensator vloeien als je die sluit. En open je de schakelaar dan weer, dan functioneert deze hier, die condensator, als spanningsbron. En dan blijft de lamp branden tot je condensator een te lage capaciteit heeft. Dan krijg je 2 punten voor die uitleg hier. Vraag 10. De 3 aansluitpunten van de transistor zijn de basis, de collector en de emitter. 1 punt, als je ze allemaal goed hebt en op de goede plek. Leg uit waarom de bel gaat bij inbraak. Nou, dit vinden we vaak lastig. Dus even tekenen wat er nu gebeurt. Ik heb deze weerstand even niet getekend hier. Meestal zit er ook nog eentje. Nou, de stroom vloeit van plus naar min volgens de makkelijkste weg. En dat is deze route. Op het moment dat iemand inbreekt, ontstaat hier een opening. En dan kan die stroom hier dus niet meer verder. Dus ik ga nou een ander kleurtje tekenen hoe de stroom dan gaat vloeien. Als er wordt ingebroken, gaat de stroom ook van plus naar min. Maar volgens deze route, van de plus. Hier verder. Door de basis, door de emitter naar de min. Dus dan gaat die volgens deze route. En zo'n transistor werkt als een schakelaartje. Op het moment dat daar een stroom gaat door die basis en de emitter, dan schakelt die en dan gaat er een poortje open van C naar B naar E. Dus in dit geval gaat er ook een stroom vloeien volgens deze route. Dus daarom gaat de bel bij inbraak. Nog even samengevat, dus als er een stroom gaat door de basis, als de magneet weg is, of een stroom gaat door de basis als de magneet weg is, oké. Duidelijk, als die magneet weg is, gaat er dus een stroom door de basis. En op het moment dat dat gebeurt, gaat er ook een stroom van C naar B naar E. En dan gaat je bel. Reken je cijfer uit en schrijf dat op. We kunnen ook even de proefwerkweektelling doen, toetsstelling, dat je een 1 krijgt voor je naam.